belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Een hele vervelende situatie in de St. Joris Bay, waarbij een man verf in het water in de St. Joris Bay heeft gegooid. Op de foto's is te zien dat de verf flink wat schade kan aanrichten in de baai. En het ziet er ook niet uit voor de toeristen die de baai bezoeken. Stichting Uniek Curaçao laat weten dat ze foto's hebben van de dader. Ze weten wie de man is die de verf erin heeft gegooid en beroepen zich nu op verdere stappen. Directeur van Refineria di Curaçao, Patrick Newton, heeft aan de Extra laten weten dat de onderhandelingen voor een nieuwe partner voor de raffinaderij goed verlopen, maar het neemt meer tijd in beslag dan eerder gepland. Afgelopen vrijdag heeft Newton de leiders van de politieke partij in het parlement geïnformeerd. Hij zegt dat er vooral ook wordt gekeken dat de nieuwe partij voldoende geld heeft om daadwerkelijk de raffinaderij te kunnen runnen. Het is nog de vraag of er voor dit jaar een contract wordt getekend, maar Newton heeft hoop dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Volgens minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, is er een positief advies gegeven op het meerjarige onderhoudsprogramma dat hij heeft ingeleverd. Dat zou kunnen betekenen dat Curaçao in de komende 6 tot 7 jaar jaarlijks tussen de 50 en 60 miljoen gulden kan investeren in de infrastructuur. Dat is hard nodig, zegt Cooper. Het is werken om te zorgen dat we voldoende geld hebben. Daarna kunnen we aan de slag om de infrastructuur op Curaçao te verbeteren. Werknemers in de zorg zijn verontrust geraakt over de berichten over de slechte financiële situatie van het CMC-ziekenhuis. Gisteren ging een delegatie van vakbond CBV op gesprek bij minister Pik Pisas. Hij heeft de garantie gegeven dat de mensen die nu werkzaam zijn in het CMC als verpleger daadwerkelijk aan de slag kunnen blijven, ondanks de financiële problemen die er nu gelden bij het ziekenhuis. CBV heeft content gereageerd op de bevestiging van de minister-president. Na Qualectra, nosa tuma tempo pa ser bibo or kumasta kuminibo. Yama no centro de cliente na telefon 0800-035 di luna pa chebierne fo di setor de mente te ku setor de noci pa turno servicio nan af patron sita. Si bo ketra sita pa cha sabra, tambe por or. Po per scoje pa trabo sita, riba aqualectra.com i provecha mesora po nebo documento na cerca pa bo bishita cerca nos bai mas facil. Sì, Aqualectra su centro di cliente vuota clapa sul vivo na e momento cuta cumini a bo. De brandweer op Curaçao heeft gisteren een man moeten bevrijden uit zijn eigen benzinetank. De man was gaan tanken bij pompstation Vandis op Marie Pompoen en was om een of andere reden met zijn hand in de benzinetank gekomen en kon er zelf niet meer uit. De brandweer kwam te hulp en uiteindelijk is de man gered uit zijn eigen benzinetank. Daarvoor moest de brandweer wel een deel van de auto openknippen. Afgelopen week is opnieuw een patiënt overleden die in het ziekenhuis lag met COVID-besmetting. Daarmee is het aantal mensen dat is overleden aan het virus sinds het begin in 2020 opgelopen tot 290 op Curaçao. Afgelopen week zijn er 33 nieuwe gevallen geregistreerd. 24 mensen kwamen uit isolatie. Muzikantenvereniging AMAK heeft gisteren het startschot gegeven voor het Tuma Festival 2023. Dat is de officiële aankondiging van het festival. Die zal plaatsvinden tussen 23 en 27 januari volgend jaar in het Festivalcenter. Volgens AMAK-voorzitter Manfred Fekko Gomez is er veel interesse. Zowel voor de mensen die willen komen kijken als voor muzikanten die deel willen nemen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.